beautiful face to hide the smile for so long. A beautiful face to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? Nogmaals een hartelijk applaus. We gaan nu over naar de uitverkorene, de nummer 1. Ik ga u voorhouden waarom ze gekozen zijn. En we beginnen bij de verloskundigen. Deze zuster, als verloskundige, stelt ze de zwangere in partus op haar gemak, waardoor het makkelijker is om de bevalling te leiden. Dat is zo belangrijk. Ze herkent pathologie indien er sprake is daarvan. Ze zet zich in bij het organiseren van onderwijsmomenten op de afdeling. Over het ziektebeeld Solutio Palacenta is zij dus de zuster bij uitstek. Ze maakt altijd haar werk af en een fijne collega om mee te werken. Wie, oh wie, oh wie. Wie, oh wie. Ja toch? Wie is deze geworden? Deze verloskundige van het jaar binnen het AZP. Mag ik een hartelijk applaus voor nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1. En dat is geworden zuster Susilaine Keiro. U mag naar voren komen. Zuster Susilaine Keiro, verloskundige van het jaar. Ze kan het bijna niet geloven. En toch is het waar. Oké. Zuster Keiro, er is nog een zak. Het komt erbij, het komt erbij. Ik hoop dat u hulp heeft straks als u naar huis gaat. We gaan nu verder met de bekendmaking van de verpleegvoedingsassistent van het jaar. Deze persoon helpt spontaan bij het voeden van de zorgvragers. Deze persoon moppert nooit. Nodig, hè? De persoon is verder assertief en komt op voor de belangen van de zorgvragers. De persoon heeft plezier in het serveren en bedienen van de zorgvragers. De persoon kan verder goed observeren, alarmeren indien de zorgvrager zich in een bepaalde situatie of positie bevindt. De werkomgeving van deze persoon is altijd keurig netjes. Deze persoon, en waar terecht ook, krijgt vaker complimenten van de zorgvrager. En last but not least, is deze persoon heel erg betrouwbaar. Wie is het geworden? Mag ik naar voren roepen?
deze nummer 1. Zegt u met mij nummer 1, 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 Natalie Pokorny. Geweldige kwaliteit, hè? Natalie Pokorny. Gaat het, zuster? Gaat het, zuster? Emoties. Ze heeft het verdiend. Ze heeft het verdiend. Ze is heel erg emotioneel, maar ze heeft het verdiend. We gaan nu over tot de bekendmaking, de nummer 1 bij de ziekenverzorgende van het jaar. En daar hou ik u voor. Deze persoon pak aan zonder dat er opdracht is gekregen van de meerdere. De patiënt mag zo verhit zijn. Toch weet deze persoon de patiënt te kalmeren. De persoon straalt rust uit. En vaak voert deze persoon gesprekken met de patiënten. De persoon voelt vanzelf aan waar hulp nodig is en levert die op een deskundige wijze. De persoon is in staat op een duidelijke en helder manier te communiceren en is in staat op met het empathisch vermogen. Ja toch, is de persoon iemand die fijn is om samen mee te werken. Wie is het geworden? Wie mag zich ziekenverzorgende van het jaar noemen? Alle ziekenverzorgenden kijken naar elkaar. Ben ik het geworden? Ben ik het geworden? Ben ik het geworden? Nee. Nummer 1. Nummer 1, nummer 1, nummer 1. Nummer 1 mag opstaan en naar voren komen. En dat is zuster Sophia Bertha Plet. Zuster Sophia Bertha Plet mag naar voren komen. Ze straalt rust uit. En ze weet de patiënt te kalmeren. Yes. We gaan naar de laatste categorie. En de verpleegkundige van het jaar binnen het AZP. Ik wil voorhouden waarom deze persoon gekozen is. Deze persoon is een bezige bij. Altijd bezig zichzelf te ontwikkelen. Met niet beroepsgerichte opleidingen. Die ook allemaal afgerond zijn. Ze is een heel belangrijke schakel binnen de patiëntenstroom op haar afdeling. Deze persoon heeft een empathisch vermogen. Door de inzet, actieve houding, bereidheid om te leren en inzicht, voldoet deze persoon aan alle genoemde competenties. De persoon is ook een kwaliteitsmanager. En de persoon heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het certificeren van haar afdeling. De patiënten ervaren de begeleiding van deze persoon gedurende hun behandeltraject als zeer positief en aangenaam. En deze persoon vormt een heel belangrijke schakel in de keten van de patiëntenzorg op de afdeling. De verpleegkundige van het jaar is geworden. Wie denkt u?
Nummer 1 is geworden. Mag ik een applaus voor deze zuster? Die niet in ons midden aanwezig is vanwege ziekte. Maar zuster Jane Rojan Ravenberg. Zuster Rojan, zoals aangegeven is, ze is ziek thuis. En gisteren stuurde ze me een bericht, zei zuster Anna. Ik vind het zo erg dat ik niet erbij kan zijn. Juist dit jaar dat ik genomineerd ben, het doet me heel erg pijn. En daarna een huilende poppetje van me. Dus ik denk, nadat ze dit nieuws gaat horen, is ze pijnvrij. En de genezingsproces die gaat zeker versnellen. Zeker. Gefeliciteerd iedereen. Zeker. Zeker. Dank u wel. Dank u wel.